Bruno Beltrão is een Braziliaanse choreograaf. Hij is begonnen als street dancer, tot hij daar na een jaar of vijf wel genoeg van had. En eigenlijk daarna, dat is een atypische carrière, is hij naar een dansopleiding gegaan. En dat heeft als resultaat gehad dat zijn bewegingsidioom nog steeds heel erg geworteld is in de street dance. Maar dat hij dat naar een ander niveau tilt door alle kennis die hij opgedaan heeft tijdens zijn opleiding en daarna. Hij heeft zich voorgenomen om conceptuele dans en street dance te combineren tot een heel eigen idioom. En dat is wel een verrassende combinatie, want conceptuele dans gaat vaak niet over beweging, maar over een idee wat je op het podium wilt zetten. En dat combineren met een idioom, de street dance, die ongelooflijk bewegingsgebaseerd is, dat is wel uniek. Dus dat is ook wat Bruno Beltrão uniek maakt. Crax is een stuk voor 13 dansers. Dat is eigenlijk een hele grote groep. Ze zijn ongelooflijk snelle bewegers. En ze bewegen zo snel dat je eigenlijk niet meer kan volgen wat de moves precies zijn. En juist omdat je het niet meer kan volgen, ga je anders kijken en ga je zoeken naar een verhaal of naar een idee dat Bruno wil neerzetten op het podium. Hij gebruikt dus ook heel veel invloeden vanuit de breakdance, vanuit de b-boys. En wat mij zo aansprak was de energie, de rauwheid ook. En dat heeft hij dan weer met een soort van moderne dansfilosofie benaderd. Het is virtuoos danswerk. Mensen die in eigentijdse dans geïnteresseerd zijn, die zouden hier naartoe moeten omdat ze een heel ander idioom gebruikt zien worden. En de mensen die met street dance bezig zijn en met urban culture, die zouden moeten gaan omdat ze een hele andere manier zien om met de moves om te gaan.